De Stichting Vrouwenpolitieke Alliantie Suriname, VPAS, heeft vanmorgen de vrouwen van de brandweer in de bloemetjes gezet. Ze deed dit in het kader van Internationale Dag van de Vrouw vandaag. Het is een vrouwenconferentie in Kopenhagen en is in 1978 overgenomen door de VN. Elk jaar wordt er een specifiek thema aan deze dag gekoppeld. De Stichting VPAS heeft dit jaar gekozen voor het thema Untranga Uma. Ruud Weidenbos, voorzitter van de stichting, is trots op de brandweervrouwen omdat zij volgens haar niet onderdoen voor de mannen. Indachtig het algemeen thema van VPAS, stop discriminatie tegen vrouwen, geef vrouwen de juiste positie die ze verdienen, zegt Weidenbos dat dit nog steeds nagestreefd moet worden. En aan de andere kant zeg ik ook aan de vrouwen, zorg ervoor, want ook voor jou is time's up, zorg ervoor dat wanneer jij een positie wil hebben, dat je voelt eerst zak. Waar is mijn diploma? Want het is niet zo dat jij naar voren gaat komen terwijl je niets gedaan hebt aan je eigen performance. Dus jij komt en zegt van, ook time's up ook voor de brandweer hoor. Time's up ook voor de brandweer, omdat ik eigenlijk in de hele leiding geen, die directe leiding, geen vrouwen zie. Ik heb een gesprek gehad met de commandant en hij heeft me gebeld om te zeggen dat hij hier niet aanwezig kan zijn. Wegens omstandigheden vandaag. En hij voelde zich misschien een beetje verplicht, Minosabi, om me te zeggen van we zijn er mee bezig, we kijken. Maar dan wil ik hem zeggen, commandant, time's up. Time's up, it's time for action. Weidenbos zegt dat dit geen strijd is tegen de mannen. Echter zullen de vrouwen geen enkel gevecht uit de weg gaan. But if you want to fight, we as women will go for it. Time is up, benadrukte Weidenbos. Volgens haar is het nu de tijd om actie te ondernemen. Zo zie ik het en zo kijk ik ernaar. Wanneer u uittrekt om te gaan werken in het veld bij een brand, gaat u niet alleen. Het zijn niet alleen de vrouwen die gaan. De man hoort den bakken. Tenminste, dat neem ik aan. Meneer Fullerton, mooi zo. Ja toch, anders hoor ik het wel hoor, want dan treed ik op. Nee, maar ik heb inderdaad op die stoep niet alleen vrouwen zien zitten en die mannen bijvoorbeeld in een kamertje of een huisje, ze zaten daar samen met de vrouwen. Dat is ook de manier waarop we samen zullen optrekken voor verbetering en alle obstakels toch, en barrières die we tegenkomen, zullen we uit de weg moeten ruimen. Ik wil u nog één ding voorhouden. Wat dus de secretaris-generaal van de UN gezegd heeft. Achieving gender equality and empowering women and girls is the unfinished business of our time. Ruud Weidenbos, voorzitter van de Stichting Vrouwenpolitieke Alliantie Suriname, VPAS. Deze stichting heeft vanmorgen in het kader van de Internationale Dag van de Vrouw de brandweervrouwen in de bloemetjes gezet. De viering is gehouden in Naks aan de Thompsonstraat.